Hey Joey. Hey, daar zijn we weer. Zo weer in nooit en zo weer een leuke dag. Gezellig, ja, man. Leuk, hè? Ja, leuk, leuk. Wat gaan we doen vandaag? Wat hopen we te vinden? Ja, we hopen in ieder geval met iets middeleeuws thuis te komen. We hebben hier wel vaker in het gebied gezocht. In een ver verleden, toen ik nog wel regelmatig zocht. En toen wisten we er toch wel wat mooie... ook wel middeleeuwse vondsten uit te halen. En ik heb me laten vertellen dat hier ook Romeins uit is gekomen. Dus wie weet. Ja. Kijk, we zijn al blij met alles wat we vinden. Want we hebben dit landje eigenlijk al best wel goed afgezocht. Er zijn al best wel veel mooie dingen afgekomen. Maar ja, jij hebt hier volgens mij nog nooit gezocht met een manticore. Klopt, ja. Dus misschien dat we weer extra diepgang pakken. En ik hoop gewoon op stukjes waar we toch nog niet zo heel goed gezocht hebben. Nou. Dus we zien het wel. Is goed, Joey. Ja, jullie horen het. We gaan het vinden. Zeker. Go. Dit is het eerste object. Het is een musketballetje. Een kleintje. Het zou ook wel weer even een gouden rakker zijn geweest. Ah. Zie je dat er iets op staat? Ja. Ja, je ziet het cirkeltje, zie je nog. Het lijkt wel alsof er een tijger of een leeuw op staat. Die hier dan met zijn kop deze kant op naar mij. Ja, dat is, hier een oortje, mondje, pootje. Ja. Maar een zijafdruk. Geen idee. Moeten we zo even uitzoeken. Ja. Krap. Nou Joey, laat eens even zien. Ik heb een muntje gevonden. Een heel raar vormpje, heel dik. En daar lijkt een beetje zilverachtig onder vandaan te komen. Ja, dat is een denarius. Dat zou heel goed kunnen, hè? Het is er een. Hé? Hey. Het ja, is er een. Ik denk het wel. Ah. Ja. Hier, de munterbakje. Ik ga nog eens even kijken of je er wat af kan halen. Ik kom zo bij jullie terug. Wat een koeklaag en wat lacht hij hier. Ik verwacht niet dat hij heel scherp is, maar dan gaan we thuis even mooi schoonmaken. Ja, een vrouwtje met een staf zie je staan. En hier zit de kop. Dikke kop erop. Zeker weten dat dit de denarius is. Dat is ook gemaakt van Sherry daar. En daar zie je natuurlijk welke denarius het is. Om welk hoofd het gaat. Dit is er een. Kijk, een heel klein vingerhoedje. Hij is nog helemaal hij is nog wel helemaal heel. Het is helaas wel kopen, maar heel kleintje. Ik vind het wel mooi. Hij is heel klein ook. Het is echt mega, mega klein. Ja. Is voor een pinkie. Nou, niet voor mijn pink. Ja. Leuk hè? Ja. Ja. Wat het dan is? Geen idee. Nee. Dat zullen wel vaker dingen zijn die je vindt, wat is het? Het schijnt gewoon middeleeuws te zijn, weet je wel. Ja, het is oud gebied, dus je kan alle kanten op. Maar ja, het kan ook gewoon een raampen zijn, een afgebroken raampen uit de 1900. Ja, kan ook. Weet je, dat kan ook, maar ja. Maar ik heb ze nog niet in deze vorm gezien en het lijkt niet dat het afgebroken is of zo. Als het een raampen is. Nee. Oké, okay. Nou leuk weer. Het is weer een klaartje. Er zal er wat in zitten. Er zit wel iets in. Lijkt wel een ventieltje of zo. Een ventiel.
Romeinse datering. Oké, joh, ik heb bijna een complete bandeliersluiting. Oh ja. Vet. Kijk, die vinden we vaak. Deze. Ja. Maar die dingetjes die hierop zitten. Kijk, dat gaat wel, zie je. Vet. Ja, dit vinden we vaak. Ja. Maar deze vinden we nooit. Tenminste, niet vaak. Heb je ons compleet gezien of niet? Ja, ik heb ze wel eens gezien op internet. Ja, maar ja, oké. Je hebt zoals. Nou, dit oogje hoorde erbij. Hè? Nou, ik zal daar even een voorbeeld zetten van wat er nog mist. Deze. De bandeliersluiting. Ja, zo noemen ze toch wel bandelierhanger. Ja, ja. Ik denk 17e eeuws, 18. Oh, leuk. Wel vet. Ja. En weer een balletje. Ik verwacht er niet heel veel van. Er sprong nogal. Het is een kastknopje, denk ik. Ja, zeker. Kastknopje. Ja. Ah, oh, weer zo'n knoop. Ja, dat is precies dezelfde knoop die ik net ook had. Oh. Toen ik naar jou kwam, is dat zilver? Ja, dat is gewoon tin, man. Nou ja. Een muntgewichtje. Nummertje 2. Er staat ook nog iets op, maar. Moet ik even thuis ja, iets verzinnen om deze een beetje knap gewoon leesbaar te krijgen, maar ik denk dat er niet veel meer van overblijft. Wel leuk. Dat is een sluiting van een middeleeuwse riemtong, weet je wel. Kijk, hier zo ging dan dat riemetje zo. Oh ja. En hier zat dat riempje aan vast. Eens kijken, wat heb jij? Oh ja. Volgens mij is dit. Dit is geen Duit. Apart? Ja, maar ook die stippellijn, dat zie je wel eens bij middeleeuwse muntjes volgens mij. Is het niet gewoon zilver? Ja, dacht ik ook, maar ja, het is heel rood. Het is aangetast. Ik denk dat het gewoon een zilvertje is. Ja, er zit wel corrosie op, ja. Of het is iets met een hele laag zilver in zich. Nou, deze is nog wat te traceren, hè. En dit is van een riem... ja, riem... hoe noem je het? Riemtongetje. Ja. Kijk, een heel klein knoopje eruit. Klein maar fijn. Zo. Is hij nog kleiner dan die we gisteren hadden gevonden? Ja, dat lijkt het wel op. Oh. Nou, het zit in die kluit. Laat eens even zien. Hier zo? In deze. Nee. Een stukje lood. Ja. Maar anders had je die niet gevonden. Dus er een sleuteltje gevonden. Zo dan. Wat is die klein? Mooi hoor. Ja. Dat is echt heel klein. Je hebt dit sleuteltje gevonden, hè? Jazeker. Een kleintje, man. Wat een kleintje. En een dagboek of zo? Geen idee. Zo. Hoe kwam die binnen op de Equinox? 3. Mooi, hè? Ja. We hebben weer een klein knoopje. Oh, met een ruitjespatroon. Ja, ja, leuk. Wel geinig, toch? Ja. Zeker. Ja, ja, zijn we weer. Het zit er weer op. Weet je nog wat jij in het begin van de intro vertelde? Ja, dat zei ik inderdaad. Volgens mij is hier ook wel eens Romeins gevonden. Nou ja, ze hebben het ondertussen gezien. Er is wel eens Romeins gevonden hier. Ja. Ja, voor de rest weinig vondsten wel. We hebben nog maar redelijk secuur gelopen. Ja. Heel weinig vondsten, maar ja, toch nog wel wat kleine leuke dingetjes eruit. Dus ja. Misschien toch nog een keertje terugkomen. Gaan we zeker doen. Ja, toch?
En dan gaan we even, weet ik veel, dat veldje daar even pakken. Ja, we hebben nou 2 veldjes gedaan en volgens mij hebben we er nog 6 of 7. Dus, genoeg te zoeken nog. Ja. En het is nog kort, dus we moeten opschieten. Ja, en de volgende keer wel een beetje in het droog weer, want ik weet niet of het kan doen, maar volgens mij ben ik aardig. Dat was ik net. Nou, ik ook hoor. Gladverdorie, we waren heftige buitjes vandaag. In ieder geval, de auto duurt alweer even een tijdje. We gaan hem even afsluiten. Hey, Joey, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. En even liken. Zeker.